Mijn naam is Marianne de Jonge en ik ben docent Wildlife hier op de Groene Wellen. De vakken die ik geef zijn voornamelijk theoretisch, huisvesting, voeding en verbreden en verdiepen. De opleiding Wildlife is een opleiding voor mensen die graag met exotische dieren in gevangenschap willen werken. De studenten op de opleiding Wildlife krijgen verschillende soorten lessen. Er zijn veel algemeen vormende vakken, zoals rekenen, Nederlands, Engels. Verder bestaan de diervakken uit theoretische vakken, zoals huisvesting, voeding. Maar ook veel praktijk. Gaan de leerlingen het veld in, met veldbiologie, waarin ze van alles leren. Over het veld, de dieren die daar zijn. Ook met de theoretische vakken proberen we veel praktische zaken te doen. Zo worden de vakken voeren, huisvesting en hygiëne samengepakt in het maken van een maquette, waarin de leerlingen hun eigen dierverblijf mogen ontwerpen. Het derde jaar van de opleiding bestaat ook uit veel economische vakken, omdat de niveau 4 opleiding toch een managementopleiding is en je wordt wel opgeleid dat je ook je eigen bedrijf kan runnen, dus er zit ook veel economische zaken in. We hebben ook dierlokalen op school waarin leerlingen projecten doen, zoals het opvoeden van een jong dier. En het vak dieren trainen wordt ook veelal uitgevoerd in dierlokalen op school. Goedemiddag, ik ben Albert-Jan Weijenhof en ik ben beheerder van de dierlokalen. Ik geef allerlei praktijklessen hier op de Groene Wellen. Op de Groene Wellen hebben we 4 dierlokalen. Het eerste dierlokaal is het reptielenlokaal. Daar zijn slangen, hagedissen, kikkers en spinnen. Het andere lokaal is het kanaardierenlokaal. Daar hebben we hamsters en ratten en muizen, cavia's en de wat kleinere vogels. Beneden hebben we de konijnen en de kippen. En we hebben nog een lokaal met vissen, met tropische vissen. Naast de lessen die op school gegeven worden, lopen de leerlingen ook vrij veel stages. Op deze stages worden allerlei praktijkopdrachten uitgevoerd. En op de opleiding Wildlife is ook 1 buitenlandstage verplicht. Stand up, there's always someone.